Hopelijk afgevallen door voorzitter Núñez. Núñez stond, zo zei hij, voor de moeilijkste beslissing in zijn loopbaan. Het mogelijke ontslag van Cruijff. En er verschenen lijstjes in de kranten, met name van Cruijffs mogelijke opvolgers. En natuurlijk stond de naam van Louis van Gaal bovenaan die lijstjes. Maar vooralsnog is Cruijff nog steeds trainer daar in Barcelona, toch? Nou, vandaag hebben we nog getraind. En je maakt je ook geen zorgen over de dag van morgen? Nee, volledig. Je haalt het eind van het seizoen en je blijft hierin. Dat zijn dingen die weet je hier nooit. Normaal gesproken is er nog een contract van een jaar, dus nou ja, goed, we zien wel. Al dus Johan Cruijff, voorzitter Núñez nam dus nog geen beslissing. Hij vond dat de socio's, de supporters, zich maar moesten uitspreken over het al dan niet aanblijven van Cruijff. Núñez is ook niet gek, wel uitgenast. Vanavond speelde Barcelona thuis tegen Deportivo La Coruña. De eerste van drie opeenvolgende thuiswedstrijden van Barcelona binnen deze week. Deportivo is ook een ploeg die kampioen wil worden, maar die daar nog verder van afstaat dan Barcelona. Theo Reitsma is de commentator bij Barcelona Deportivo La Coruña. Een hectische week dus in Barcelona en 75.000 toeschouwers in dit stadion met voorzitter Núñez daar met bruine jas. De opkomst van Barcelona. Barcelona dat veel problemen heeft met de samenstelling van de ploeg vanwege het feit dat er nogal wat spelers geblesseerd ook zijn. Hadji met name, Jordi, Carreras, Cuellar, Celedas, zij alle zijn er niet bij in deze wedstrijd. Wel van de partij is Popescu en hier De La Peña. Popescu die kort voor deze wedstrijd ook nog problemen had met een spierblessure, maar hier toch speelt. Popescu die belangrijk is in de ploeg van Cruijff, hij is tegenwoordig ook aanvoerder. Deportivo de La Coruña zonder de Braziliaan Bebeto, geblesseerd. Voorin speelt wel Radchenko, de Rus. Bij Barcelona, hier aan die buitenkant, Prosinecki aan de rechterkant spelend. En voorin in de punt Baquero. Dat is opvallend, maar hij staat er toch. Baquero. En De La Peña. De jongeling die goed speelt. Bij Barcelona heb je een rangorde. Cruijff vindt dat, samen met Redzak vindt hij dat Baquero nog altijd de man is op wie hij het meeste kan vertrouwen. Die geeft hij dan meestal de aanvoerdersband. Is dat niet het geval, dan valt hij terug op Popescu. En inmiddels wordt Amor overgeslagen. Amor zit ook op de bank, samen overigens met de aangekochte spits Codro. Barcelona in die eerste helft goed in actie met hier weer zo'n fijn balletje waarbij de Kroaat Prosinecki zich laat gelden. Hij is gehuurd van Real Madrid, kwam daar niet goed aan de bak en voelt zich meer en meer op zijn plaats bij Barcelona. Lano, de doelverdediger van La Coruña, krijgt overigens meer te doen in deze wedstrijd. En dan ineens Radchenko. Te eigenwijs, te zelfzuchtig. De La Peña, meer en meer in de rol van de man die verdeelt. Figo, de goede Portugees. Vol, te vol voor Baquero. Baquero, de enige van de oudjes van het vorige seizoen die er nog echt bij is. Hier weer. En dan zwak geschoten. Popescu. Maar wel steeds mee naar voren zoals hij graag wil. De Roemeen. De La Peña. Sergi. Guardiola. En weer Popescu, degene van het schot. Cruijff, Redzak. De spanning gaat toenemen daar ook in de dugout.
De aanvallen van de ploeg zijn groot in aantal, maar gescoord wordt er nog niet. Overtreding, niets aan de hand, doorgaan, zegt Fernandes Marin. Rosinecki. Sterk daarna aan die achterlijn ingooi. Hier nog eens een keer die overtreding van Donato, waarvoor hij de gele kaart krijgt in deze wedstrijd. En Radchenko in de punt van de aanval, want we zijn toe aan een aanval van La Coruña. Nando. Bij dit Coruña ook Begiri Stein in de ploeg. Scoren, ja, maar was dit geen buitenspel, zegt Busquets terecht. Een doelpunt in de 40ste minuut van de eerste helft. Radchenko, staat hij niet buitenspel? Ja, hij neemt geen deel aan de aanval. Zo is de uitleg van de scheidsrechter. Dat is Toshek, de trainer van La Coruña, de Engelsman, hier. Radchenko loopt buitenspel, maar ja, hij staat buitenspel, maar neemt geen deel aan het spel. Zo kan de uitleg zijn van de grensrechter. En het wordt de grensrechters tegenwoordig ingegeven. Maar nu heeft Radchenko erg veel voordeel aan het feit dat hij net die paar metertjes had in het voordeel op de verdedigers. Een wissel. Amor in de ploeg, toch. Voor Roger. Barcelona. Slotfase, eerste helft, 1-0 achter. Strafschop, de scheidsrechter zegt van wel, de La Peña is blij. Maar de vreugde wordt getemperd, want de grensrechter appelleert. De grensrechter zegt van, de overtreding was er buiten. En hij heeft gelijk. Vandaar dat de bal niet op de stip gaat. En dit gelukje is Barcelona dus niet gegund. Na de tegenvaller zo even, nu... Geen penalty. Wel een vrije trap. En hij stond ervoor en nam de enige juiste beslissing die door die scheidsrechter wordt overgenomen. De La Peña en de overtreding van Paco. De muur dus op afstand. En geen trap vanaf 11 meter. Lano in het doel. En naast geschoten door Prosinecki. Het is nog een twintiger, deze Prosinecki. Het uiterlijk is dat van een wat oudere heer. En nogmaals, hij begint zijn draai te vinden in deze ploeg van Barcelona. Oorspronkelijk afkomstig van Rode Ster Belgrado. En bij Real Madrid nooit tot volle wasdom gekomen. Beelden uit de tweede helft. Barcelona dus nog altijd met 1-0 achter. En de tweede helft is spectaculair. Gevaarlijk spel. Niet zozeer van Baquero, die stond daarbij de kans in het midden. Fran. En corner. Via Alfredo. De La Peña. Niemand aan de rechterkant. En dan Lano op dat schot van afstand. Het schot van Figo. Geladen met het nodige effect. En dan weer een hoekschop. Opnieuw was het daar Figo aan die zijkant. Redzak, Cruijff. Onwaarschijnlijk sinds 1988 in de dugout daar. Een kopbal en een doelpunt. Een doelpunt van Abelardo. En de kleine man op de doellijn, Alfredo, kon niks anders doen dan daar blijven staan. Hij stak zijn handen niet omhoog, ten einde een rode kaart te riskeren. Hij kon niet omhoog komen bij die kopbal. Hij moest de bal over hem heen laten gaan. Een treffer van Abelardo uit deze corner. Van ver af ingekopt, met de tip. En dan op de doellijn werd Alfredo verrast. Abelardo, eerste doelpunt dit seizoen. 1-1 voor Barcelona. En dat doelpunt viel in de tweede helft in de 21ste minuut. Dat is schot van Baquero tegen de paal.
En zo is het spectaculair. De La Peña hier met de opbouw. En Baquero die schiet. Prima, krom, maar wel tegen de paal. Dan een tegenaanval. En wat voor een mogelijkheid ook weer. Kans voor Aldana, ingevallen. Redzak voor de vertaling omhoog. En weer een kans voor de La Coruña. In dit geval was het Manjarin. En weer naast. Zo gebruiken beide ploegen ook hun invallers. Rosinecki is bijvoorbeeld ook naar de kant. En dan nog een keer een schot tegen de paal. Figo. Een schot dat van de paal af spettert in de 30e minuut van de tweede helft. Spectaculair, dat was het. Dat bleef het in deze wedstrijd, ook in deze slotfase. 1-1 is de stand. Barcelona op jacht naar meer punten dan het ene dat nu al binnen bereik ligt. Maar aan de andere kant ook dit weer. Aldana. En nu toch de mogelijkheid. Maar Aldana mist. Met een ogenschijnlijk zwak linkerbeentje. Toshek, zelf ooit een spits in Engeland, van Wales, begrijpt het niet. Dit was de mogelijkheid voor Aldana. Nog 9 minuten. De hartstocht voert de boventoon in deze slotfase. Er wordt gestreden om elke meter, om het elk beetje geluk dat mogelijkerwijs nog kan worden verkregen. Een counter, 1-1. Radchenko en Busquets. Dan daar weer. En weer ligt de boel bijna open daar. Herstel de La Peña even, een blessure. Aanval op door, Radchenko, buitenspel, niet. En overtreding van Guardiola, nee. Alleen kramp bij Radchenko, wedstrijd gaat verder. De 46e minuut. Kortom, de officiële speeltijd is verstreken. 1-1 is de stand nog altijd. De La Peña. Zou dit het dan zijn worden? Nee, te ver naar buiten uitgeweken. Te moeilijk om nog te schieten. En zo vergaat die laatste mogelijkheid voor Barcelona. Vergaat die laatste mogelijkheid voor de ploeg van Johan Cruijff. En dit is het laatste wapenfeit. Dit schot van de nummer 10, Fran. Eindstand Barcelona-La Coruña 1-1. En